We beginnen met de, zelfs vorige week, met de 8-stukken boeket. Voor de NGO is de eerste keer vandaag. 8-stukken boeket is ontstaan door Marshall Yu Fan in de tijd van oorlog tussen China en Mongolia. Hij had niet genoeg artsen om de zieke mensen gezond te houden. En hij wilde gezonde mensen gezond te houden. En hij maakt 8 oefeningen en hij traint dat met de leger. De oefening is zo goed dat tot vandaag mensen oefenen dat. Er zit tientallen of variatie, applicatie. De basis blijft dezelfde. En sinds de corona hier begin, ik oefen een van de applicatie wat ik ook heb dat toch niet gedaan in mijn classes. Maar ik vond het meer, een beetje meer pittig, meer open de lichaam. Echt goed voor de immuunsysteem zorg. Omdat iedereen is anders. Ik zeg altijd, doe je best niet. Ga maar naar 70% voor wat je kan. Zo, niet naar pijn. Dat kan, door blokkade, dat komt een beetje pijn, maar je moet dat ontspannen. Niet met de wilkracht doen. Ik zeg af en toe Dantian. Dat betekent 3 vingers onder de navel en 2 vingers in de middel. Dit is de centrumpunt voor ons. Zo, wanneer ik zeg Dantian, zet je handen onder Dantian of beweeg van de Dantian, dan weten jullie wat het is. Nog een punt wat ik gebruik vaak is de Lao Gong. Als je de middelvinger naar binnen is, hier is energiepunt. Dat voel je af en toe, dat moet je voelen af en toe. Zo, Lao Gong. De rest ga ik niet veel punten, over punten praten vandaag. We ademen vanaf de neus. Zo, de top van de tong raakt de bovenkant van de mond. Ik ga beginnen. Ik sta af en toe met de rug naar jullie, maar de microfoon werkt nu, zo kan jullie mij ook horen. En we beginnen, voor het immuunsysteem heel belangrijk ook, dat is sterke nieren. En we gaan nu de rom open en de nieren. Zo. Ik zet deze hand hier en de andere hier. En vanaf deze punt van de wervelkolom ga ik heel langzaam, blijf rustig adem en langzaam. Boog wervel bij wervel. En soms kan je horen dat is open ook de wervelkolom. En blijf ontspannen en boog naar de kant tot waar je kan. Niet te forceren. Belangrijk dat je adem rustig. En als je komt naar de punt wat je merkt dat ziet, blijf gewoon ontspannen daar. En dan langzaam, wervel bij wervel, terug naar boven. En ontspan. Wel belangrijk, als je komt terug, probeer dat niet. Soms gebeurt dat je gaat zo, een beetje. Is niet zo goed voor de circulatie, dus je moet heel ontspannen. Adem in, adem uit, klein beetje naar boven. Blijf ontspannen en laat het in hand fluid naar boven komen. Gaan we nu naar de andere kant. Zo. Zet mijn handen hier. En van hier begin ik wervel en wervel op naar de zijkant. En als je komt naar de punten wat je denkt dat het is, blijf ontspannen. Blijf adem, relax adem. En langzaam terug. En dan, adem in. Breng de handen tot hier. Adem uit. En dan breng de handen naar de zijkant. Zet de vinger naar voren, zo Lao Gong is ver van jou. Schouder ontspan. En blijf in dit positie eventjes. Flink reiking voor de meridianen die komen in de handen. Schouder ontspan, de nek lang, onderrug ontspan.
entlang. En dan draai de hand, palm richting de lucht, de sky. En breng de handen naar boven, so de palm van de hand is zo naar boven. En flinkrenking van de wervelkolom. En zorg dat de onderrug is naar beneden, ontspan, recht. En dan ontspan de handen naar hier. Adem in. Adem in, de handen pitchen naar boven. En adem uit, rek naar beneden. Adem in. Adem uit. Adem in. En uit. En nu gaan we met de handen naar beneden. Adem in. Adem uit. Schouder ontspannen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. En zet je handen onder de tand aan en eventjes ontspannen. Iedere keer als je weer komt naar die positie, observeer je lichaam. Mannen zet de rechterhand onder de tand aan en link boven. Vrouw omgekeerd, de links en de rechterhand boven. En dan adem in. Adem uit. Zet de handen bij elkaar. Adem in. Adem uit. Zorg dat de onderrug een beetje naar binnen getikkeld. En dan heel langzaam draai van links naar rechts. Zorg dat je wervelkolom is recht. En als je komt terug naar de middel, ontspan de handen en zet hem onder de tanti aan. En eventjes observeer je ademhaling. De volgende oefening is een klein beetje, we hebben nu een beetje hier gereken en de rom en voor de nieren. En nu gaan we de long open, het tweede stuk is voor de long, maar is ook voor de gewrichten hier. En als je dit kan goed los, stroomt de chi ook naar beneden. We hebben 6 meridianen, dat begin en eindig in de handen en 6 in de binnen. En van dit, we gaan met 2 posities staan. Eentje heet Mabu, of Rotterstaan. En de andere heet Gongbu. En dit is meer Borstaan eigenlijk. Het belangrijke is, vaak zie ik mensen gaat van hier naar boven en naar beneden. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat ik
draai van hier en ik blijf dezelfde ochtend. Je hoeft niet laag te komen, als je kan dat niet. Per persoon is anders, maar je blijft in dezelfde en als je draait, zo. De gewrichten begint een beetje te bewegen en tot en komt dat ook los. Zo, je blijft dezelfde ochtend en je draait zo. Zorg dat de hoek, knie en tenen blijven om één lijn. Laat dit niet gebeuren, dat is niet goed voor de knie. Zo, je hebt in één lijn, je raakt goed de grond. En als je het kan naar hier, je druk heel veel kracht naar beneden. Nou, adem in. Adem uit. Adem in. Breng de handen naar voren. En dan ontspan, laat de handen op. En ze moet eigenlijk vanzelf te komen naar de zijkant. Dan sta ik op één been. Even ontspan. Zet de haak naar voren. En kom naar de positie Mabu. En dan draai ik naar één kant. En bij adem uit, open ik naar hier. Zo, ik open ook de borstkast. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. In. En uit. Adem in. Adem uit. Nog een keer. Adem in. Adem uit. Kom naar boven. En zet de handen en ontspan. De volgende oefening is ook goed voor de lever en de mild. We werken, maar iets wat we doen nu is meer aandacht om de, in de schouder, de punt hier, de schouder ook los, dat alles kan stromen. Beetje rekking, maar doe het je eigen tempo. Hoe dat gaat, van boven en dan draai ik en zorg dat de hand is recht. Ik sta met de rug naar jullie, zo we gaan dat samen doen eventjes. Adem in. Adem uit. Breng de handen voor. Adem in. Adem uit. En dan zet één arm met de palm naar beneden, één arm naar boven. Rek. Flink rekken, dat je merkt dat in de rug, de rekking. En dan heel langzaam, ik draai en ik draai en ik zet mijn hand recht hier en ik kijk naar de hand ook. En dan breng ik de hand naar boven en kom ik naar de andere positie. Draai we naar hier. Als je dit hand gaat naar beneden, dit komt naar boven. En dan rek ik en hier rek de lichaam. Probeer de wervelkolom recht te houden. En is alleen de schouder en de handen wat beweegt. Blijf ontspannen. Je kan ook kijken naar de hand, is makkelijker. Je krijgt de volle beweging in de hand. Nog een keer. En ontspan en zet de handen om de tante aan en de lichaam observeer.
Okay. Adamin. Adam out. Adam in, bring down the four. Adam out, open. Laat de handen in de hoogte van de schouder blijven. De palm van de hand naar boven. En vanaf de middel, de dantian, zorg dat de onderoog is lang. We beginnen langzaam draaien. En als je we draait, we kijken naar de hand dat we draaien. Dit is een heel belangrijke oefening voor de hart. En daarna komen we terug. En kijk naar de andere hand. Zorg dat je nek is lang. Schouder ontspan. Als je voelt pijn in de schouder of in de boven in de handen, dat is because it's blokkade. En het enige wat je moet doen is niet weg te mediteren, want probeer te ontspannen. Als je probeert meer controle en krampen met kracht, dan zit je meer blokkade en werkt de oefening niet. En als je weer komt terug naar de middel, draai de handen zodat de palm is nu richting het plafond en blijf doen de oefening. Kijk naar de hand van de richting wat je draait. En zorg dat je wervelkolom is recht, onderrug ontspan, schouder ontspan. Als je voelt heat of warmte in de handen of in de schouder, betekent dat de oefening werkt. En probeer chi te stromen naar daar. Soms hebben mensen het voelt heel koud en dat betekent dat ze helemaal geblokkeerd daar. En soms heb je mensen die voelen niet koud en niet warm, maar dat betekent dat is alles open en de chi stroomt gewoon. Schouder ontspan, nek is lang. En wanneer je komt naar de middel, heel langzaam laat de handen naar beneden. De vinger wees ver van jou. En als je de handen komt naar hier, druk met de schouder flink naar beneden. Druk dat allemaal. En blijf draaien.
En als je komt in de midden, zet de handen aan de tante aan en observeer je lichaam. De volgende, nummer 5, is een beetje meer rekking. So, je moet hier zelf bepalen hoe ver ga je. En niet te forceren, we gaan wel laag. Een paar van jullie is te moeilijk. Doe alleen de eerste stuk en bij de tweede probeer dat niet zoveel naar beneden. Niet te blessure te komen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Breng de voet naar boven. Ontspan. Zet de hak naar voren. En kom naar Mabu. En zet de handen met de vinger naar voren, de duim naar achter. En dan kijk boven de schouder. We willen nu al de chitten brengen van de zijkant. En dan een beetje naar beneden. En over de schouder. Nu gaan we naar één kant en kijk over de schouder. Zo is flink rekking hier. Doe voorzichtig. En dan naar de andere kant. En dan verplaatsen we naar de andere been. En kijk over de schouder. En kom naar boven. Zet de handen om de tante aan. En ontspan. De volgende oefening, we willen de wervelkolom echt rollen. Zo. Echt rollen naar beneden. En is ook belangrijk voor de nieren. Op het moment dat je komt naar beneden in de onderrug, dan voelen jullie een beetje de rekking. Adem in. Adem uit. Adem in. En voor meer brengen de handen naar hier. Zet hem op de nieren. En dan adem in. Buig ik naar achter. Zo rek ik de wervelkolom. En adem uit. Laat de handen langs de licht. Tot waar ik kom. Pak. En daarna adem in. En naar achter. Adem uit, je gaat naar beneden. En adem in,
Je komt naar boven. Adem uit. Adem in. Wanneer je gaat naar beneden, begin van de hoofd, rollen de hoofd. En dan vandaar de wervelkolom, wervel bij wervel naar beneden. En dan zet je handen onder dan die aan en eventjes ontspannen. De volgende oefening, belangrijk hier bij deze, nummer 7, is dat wanneer we zelfs tot de hand komen naar voren, je moet de kracht van de ogen, ze noemen het voer van de ogen, schieten. Het is eigenlijk bos kijken, ook krachtig kijken, zo echt iets wat krachtig kijken. Denk over een soldaat wanneer ze oefenen. Bij deze oefening, wat we gaan doen, we gaan ook de eerste keer, we staan in één positie en daarna we gaan lager. Zo, bij de eerste positie denk dat je moet nog een stukje naar beneden, zo niet meteen lachen gaan, dus je niet haal je het niet. En als je voelt dat is te veel voor de binnen, een beetje naar boven. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Stel mijn been en ontspan. Zet de hak naar voren. En kom naar Mabu. En zet de handen met twee vuisten naast jou. Adem uit. Voel van de ogen te schieten. Adem in, ontspan. En breng de handen hier. Adem uit. Adem in. Zorg dat je bek is recht hier. Adem uit. Adem in. Probeer te ademen naar de dantian. Zo adem uit. Gaat alles naar binnen. En adem in. Grote buik. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. En nu gaan we nog lager. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. En de laatste, adem uit. Adem in. En kom naar boven en sluit de handen. En eventjes ontspannen.
En de laatste van de acht stukken broekheid. Adem in. Adem uit. En nu rol naar beneden. En pak je binnen ergens. Adem in, ontspan. En bij adem uit, trek jezelf naar beneden. Adem in, ontspan. En adem uit naar beneden. Adem in, adem uit. Dus je zet je handen bij de enkel, is makkelijker om te doen naar beneden. En dan breng de handen naar boven. En zet de handen om de tante aan. En even je ontspannen. En laat de handen los. Dit was de serie 8 stukken boeket. Dagelijk doen, krijg je profijt. Het opende meridianen hier in het lichaam. Allerlei punten, gewrichten wat moet. Alles begint makkelijk te stromen. En als je regelmatig doet, dan merk je dat je blijft fit en gezond. Met meer energie. We gaan nu een oefening doen voor de speciaal voor het probleem van de. Van deze tijd long, maar de longen, de corona is effect de longen, zo is goed om dit goed open. En voor het immuunsysteem is ook heel belangrijk de nieren. Zo, we gaan een paar oefeningen doen van deze twee. De eerste is de meridian van de long begint hier. Eigenlijk hier heb ik de schouder en dan heb ik hier zo'n kuiltje. En dan is de eerste punt van de long meridian en die loopt tot de eind van de duim. En de schouder is ook iets belangrijk. Veel mensen hebben last van schouder. En we willen ook de schouder los te krijgen. Zo, wat ik doe, ze noemen het de vogelbek. Zo, ik zet de vinger bij elkaar en ik zet hem bij de punt hier. Nou, als je de punt is pijnlijk, dat kan. Speciaal de enige hoe, ik weet het niet, maar de paar studenten, een paar mensen die meedoen vandaag. Net herstel van de corona. Dat is wel zwaar, zo dat kan het probleem. Andere mensen ook misschien is gevoelig dan zacht te doen. En dan wat ik doe, ik draai. En ik kom naar voren. Nou, ik doe dat niet alleen zo met de hand. Dat is, maakt misschien de schouder los. Maar ik doe dat met het hele lichaam. Met de binnen, met de hoep, met alles. Look je niet de schouder hoog te brengen. Doe het waar je kan. Belangrijk, dat is niet alleen de schouder. Ik draai de hele lichaam. Omdat soms het probleem ligt alleen hier, ligt op de wervelkolom of ergens anders, bij de schouderblad. Adem in en adem uit. En ik doe ook een beetje rekking hier, raak ik de punt. Adem in, adem uit. Probeer het hele lichaam te bewegen en soepel. En dan doe ik nog een paar keer alleen voor de schouder te bewegen. Probeer ook hier soepel, zonder spanning. Zo 3 of 4 keer. En dan doe dezelfde, maar naar de andere richting. Zo begin met het hele lichaam. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. En nu gaan we dat alleen de schouder nog te bewegen. Heel ontspannen. En laat de handen los. En we doen bij de andere kant. Ik doe dat altijd bij de twee kanten ook. Zeg maar, je hebt alleen een probleem met één kant. Beter bij alle twee kanten doen. Zo, eerst we doen de vogelbek. We zetten hem hier in de punt. En dan beginnen we. Draai de hele lichaam. Ook de binnen, de hoop en alles. En als je komt terug, is adem uit.
Adam in een grote buik en adem uit, trek alles naar binnen. Meestal doe ik dit bewegen niet meer dan 10 keer voor ieder kant, of ik doe dat zo 7 en nog een paar keer alleen de schouder, zo 3 keer. Adem uit. Adem in. De punt, de eerste punt van de long, krijg ook zo kleine massage door de druk hier iedere keer. En dan doe ik naar de andere richting. Adem uit. Adem in. Adem uit. En dan maken we nog een paar keer alleen de schouder. Nek is lang, schouder ontspan. En ontspan. Laat een beetje alles los. De volgende oefening, wat we hebben ook vorige week gedaan, is echt meer pittig, meer deze tijgeroefening voor de long. Bij deze, ik ga ook een beetje lachen zetten, maar is afhankelijk. Maar als je kan dat niet, liever dat je een beetje hoog, niet helemaal hoog, maar bepaal jezelf hoeveel je komt hier. We gaan dat nu een stukje, zelfs vorige week, een stukje te leren, tot we komen de hele beweging. So, in het begin doe ik dat niet zo laag ook in het begin, om eventjes te leren. We maken een tiger claw. So, belangrijk dat de duim is niet voor de wijsvinger is om een zijkant en dan maken we zo de klauw voor de tijger. Dat is goed voor de rekking van de meridianen hier. Ik zet de handen naast hier en dan, in het moment dat ik doe de handen naar voren, ik maak mijn bekken een beetje bol. Zo hier. En daarna draai ik mijn handen en wanneer moment dat ik draai mijn handen, ik maak mijn bek recht. Zo is bol. En dat is recht. En breng de handen naar hier. En nog een keer bol. En recht. Ik hoop dat jullie hebben niet zo last van de geluid nu. Maar mijn buurman, hele lieve buurman. En hij komt in de tractor voor hem de gasten bij mij. Heel lief. Maar ik hoop dat het niet te veel geluid voor jullie. Maar hij doet het redelijk snel met de machine voor hem. Zo, dit is bol. En dit is recht. Zet de handen naar hier. Bol. En recht. En open. Moment dat je open, je voelt de schouderblad tegen elkaar. So, bol. En recht. Bol. In het moment dat de handen komen naar achter, je voelt de schouderblad raak elkaar. In het moment dat je komt naar voren, is zelfs een hole hier. En als je draait, rechtervoor en op en achter. Van hier, we zetten de handen naar achter als je kan. En de palm, zelfs als je doet tegen de muur. Zo, is bol, rechterrug. Zet de handen naar achter, schouderblad tegen elkaar. En dan breng deze handen naar achter. Zo, nog een keer. Bolle rug.
rechterhoek, open aan de zijkant en breng down de tot hier. En dan breng down de naar voren. Bollenhoek, rechterhoek en open, achter. En van hier draai ik mijn handen en breng hem naar voren, naar hier. En open, nog een keer naar achter. En bij duwen is de bollenhoek. Zo. Bollenhoek. Rechterhoek. Open naar de zijkant. Breng de handen naar achter. Duwen. En dan draai. Open. En duw. Bij duw zorg dat je bent een bollenhoek. Rechterhoek en zijn handen naar achter. Zet de handen naar achter. Draai de palm en breng hem naar hier. Open. En doe. Oké, laat het heel eventjes los. De ademhaling bij deze beweging is adem uit. En dan dit is adem in. Adem uit zet ik naar achter. En dan is adem in naar voren. En open. En dit is adem uit. Nou, we gaan het nu doen zelf als de oefening. So, het moet, dit is alleen om te leren. Ik doe dat drie keer naar één kant en drie keer naar de andere kant. En als je kan, een klein beetje lach. Maar je moet voelen. Als je hebt te veel pijn op de binnen of te zwaar, sta naar boven. Met de tijd kan je meer lachen ook te doen. Oké. Sta je nou een beetje boven staan. En dan. Bollenhoek. Rechterhoek. Op en achter. Zet de handen naar hier. Draai. Op en achter. En bollenhoek. Adem in, rechterhoek. Adem uit. Adem in. En adem uit, bollenhoek. Rechterhoek. Adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit, bollenhoek. Kom naar boven. En heel langzaam laat de handen zakken. En dan gaan we naar de andere kant. Zo. Open. Bollenhoek. Rechterhoek. Open naar de zijkant. Zet de handen naar achter. Draai naar voren. En bollenhoek. Adem uit. Rechterhoek is adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. En naar boven. En ontspan. De volgende, dit was voor de longen. En als je merkt, je staat zo. Je hebt de schouderblad, is helemaal bol. Maar als je komt naar hier, je opent de volle capaciteit van de longen. Is open. Zorg alleen niet dat de schouder naar boven. So, je opent zo. En je echt trekken. De volgende is ook een beetje rekking, pittig. Is voor de nieren. Heel belangrijk. Drukoefening voor de nieren. En hier is ook wat we hebben in de acht stukken broeket van Maboen
Waarom? Hetzelfde. En hier, je moet goed de voet op de grond te drukken. De meridianen van de nieren lopen ook hier. En we rekken ook extreem de nieren. Zullen we beginnen? Adem in. Out. En dan zet ik de handen. Eentje bij de middeltandiaan of bij de middelrivier en eentje bij de luitandiaan. En ik denk dat tussen deze punt Lao Gong, ik heb een bal van Chi. En je begint, je kan dat echt voelen. Als je bent ontspannen, dat kan je voelen, zo tintelen of waarom iets. En gewoon adem naar daar, adem in en uit. En dan open ik een beetje zakken, een kleine beetje. En dan draai ik zo deze hand, komt zo zelf als een frisbee. En de hand draai helemaal naar achter. En wat ik doe, ik draai deze voet. Ik ga naar achter. Deze voet draai ik naar hier. En dit draai ik zo 45 graden. En ik duw ook. Zo, ik sta hier. En ik doe naar hier. Deze hand, palm richting de lucht, de sky, en ik draai tot waar ik kan. Zo, je merkt ook de rekking hier. En deze hand, recht naar voren, flink rekking. Zo, bij deze merk je de rekking. Kom hier, en door deze goed in de grond, trek je al de kracht naar de nieren. Zo, van hier, open, en ik blijf kijken naar de achterhand. Palm, alle palm richting de sky. Even. En dan kom ik terug, duw ik naar de zijkant, je zakken, en kom ik terug, dit keer de, bij mij is de linkerhand naar boven, voor jullie, ik denk het is ja, andere hand naar boven, en ontspan en probeer te voelen tussen de handen de bal van Chi. En dan gewicht om één voet, open, een beetje zakken. En dan draai. En kijk naar. Dit is eigenlijk ademhoud en ik hou dat tot 3 of 4, of maximaal tot 10. En dan kom ik terug, zet hem aan de zijkant. En kom ik terug. En nog een keer observeer de bal tussen de handen. En dan open. En draai en open. De gewicht is naar voren. Dit is recht. De gewicht is naar voren. Onderrug is recht. Handen naar boven en dit strek naar achter. En dan draai ik terug. En sta ik naar deze. En terug. En observeer de bal tussen de eerste en de tweede dantian. Handen ontspan. Onderrug lang, nek lang. En nog een keer. Open en zak een beetje. En dan draaien en bewegen. En open. En terug. En dit is adem in
En dit is ademhoud. En adem in. En uit. En terug. En doe de laatste keer. Adem in. Adem uit. Adem in. En uit. En pak dat dan. De nieren is ook belangrijk, niet alleen voor het immuunsysteem. Ook in de nieren zit vaak angst. En speciaal in deze tijd hoor ik voor een paar mensen, ze is echt angst en ziekte te krijgen of wat gaat gebeuren. En door goed te masseren, omdat op het moment dat we draaien, dan trekken we de nieren helemaal. Zo komt al de bloed, we squeeze hem uit, druk hem uit. Op het moment dat hij komt terug, ik krijg alles terug, de bloed en chi. En dit is heel belangrijk. Nou, de laatste oefening van vandaag. Hij heet, ik weet niet in Nederland, in Engels is de Dragon's Web Stijl. En dat is, zorgt de hele werfkolom eigenlijk soepel te bewegen, maar ook voor de long, schouder. So, we beginnen met hoe de handen doen. Ik sta met de handen naar voren. Hier lopen ook de zes meridianen. Dit is van de element voor deze drie. Long, dunne darm, drievoudige verwarming, pericoot. Dit is de dikke darm en hier is de long. Zo, op het moment dat ik trek dat echt naar voren. En als je trekt hem goed naar voren, dan merk je bij de schouderblad wordt het bol. En dan zet ik de handen naar hier. En op het moment dat ik breng de handen naar hier, open ik mijn long en zet ik de schouderblad tegen elkaar. Zo, hier. En ik geef dat nog een twist. Zo, de elleboog komt een beetje naar binnen. En als ik ga naar achter, dan open en open en ik voel dat echt dat de schouderblad voor mij is tegen elkaar. Zo van hier. En ik merk dat mijn schouderblad tegen elkaar. Opletten dat de schouder niet naar boven komt. Zo is. Probeer maar een paar keer eventjes alleen te beginnen bij deze. En achter. Schouderblad tegen elkaar. En dan draai ik de handen naar de zijkant. Dit is flink rekking voor de handen. En kom ik naar hier. En hier is nog een keer bolle rug. Bolle is de schouderblad. En hier is de schouderblad tegen elkaar. En ik open compleet de long. Kom ik naar hier. En draai. Schouderblad tegen elkaar, achter. En open de full capacity voor de long. En dan terug. En hier is bol. Probeer eventjes dit oefening te doen zonder te veel de schouder naar voren. Maar je voelt de rekken en je gaat van bollen bij de schouderblad is bol naar het moment dat het schouderblad tegen elkaar komen. En je opent de long. Nou, in het moment dat ik breng mijn handen hier naar achter. Ik maak mij dit gebied de onderrug. We doen deze oefeningen gaat in drie, voor de drie tantiaans. We gaan van laag, middel en hoog. Zo, het moment dat ik doe hier, zet ik mijn hup, kleine beetje naar binnen getakeld. En het moment dat ik kom naar hier, is omgekeerd. Zo, het gaat holle rug. Zo, dit is een bolle rug. Holle rug. Bolle rug. Alle hoog. Alle hoog. Alle hoog. Doe dat voorzichtig. Doe dat met plezier. Zie een beetje glimlach om de gezicht en makkelijker om los te doen. Dit is adem uit. En dit is adem in. Adem uit. Bolle hoog. Schouder is ook naar voren. Adem in. Schouderblad tegen elkaar. Hole hoog.
En nu ga ik naar de middeltanteer. So, ik ga daar bij de long. Ik zet mijn handen ook niet meer hier. Is meer hier. En ik ga van daar. So, dat gaat tegelijkertijd alle twee en ook hier. En bij bollenhoek komt een klein beetje meer naar voren. Probeer soepel en los te doen de oefening. Dat kan dat jouw wervelkolom is nog niet soepel. En de beste is heel zacht. Langzaam, langzaam kom je los. Als je probeert met kracht te doen, dan maak je het malen kapot. Adem uit. Adem in. En nu breng we naar de bovenste, naar de schouder, zo is adem uit, adem in. Adem uit, adem in. En nu gaan we naar de midden nog een keer, zo draait alles. Bollenhoek en onderhoek. En gaan we nu naar de lager tanteren. Hier is een bollenhoek en dit is een onderhoek. Probeer echt te genieten, zelfs als je wervelkolom loopt is een rups. Heel soepel, gewoon is een golf. Adem in, adem uit. Nog een keer. Adem in, adem uit, en zet de handen onder de tanteren. En dan adem in, en bij adem uit zak ik naar beneden een beetje, en laat de handen naar beneden. Adem in. En adem uit. En bij de, nu blijf ik lach met mij binnen, alleen de handen komen naar boven. Adem in. En bij adem uit maak mezelf lang.